VVOG, mede mogelijk gemaakt door Timeflex, EFMI en JVAV. Na de wedstrijd VVG Dovo 4 tegen 3 sta ik hier met de trainer van Dovo. Na de eerste helft dacht ik, er is eigenlijk niks aan de hand. Nee, maar dat was er ook niet. Dat had je goed gezien. Er was ook niks aan de hand. En daar hebben we ook op gewezen. Alleen we hebben er ook op gewezen dat je wel heel scherp weer die tweede helft moet beginnen. Nou ja, en als je dan na 4 minuten al een strafschop tegenkrijgt waardoor VVOG weer terugkomt in de wedstrijd en weer geloof krijgt, ja, dan wordt het lastig. Ja, en zeker de eerste helft. Ik zei het in mijn verslag ook. Jullie waren vooral heel slim. Er waren niet veel uitgespeelde kansen. Maar even achterin goede doorkopbal, goede counter. Dat liep dan wel ideaal. Jawel, maar goed. We hebben ook natuurlijk kwaliteiten net zo goed als VVG kwaliteit heeft. En we proberen dat te benutten en we kwamen op een goede manier op 2-0. En verdedigend was er niet fel aan de hand. Maar zelfs in de tweede helft, toen de 3-3 kwam, dacht ik van nu is het erop en erover. Maar de ruimtes werden in één keer heel groot. Is dat dan zo'n kantelpunt bij zo'n ploeg van gaan we door voor de 4-3, gaan we voor de 3-3? Je praat nu over VVOG. Nee, ik praat over deel. Jullie maakten de 3-3. Ja, volgens mij kwamen we 3-2 voor. 3-2 voor. Ja. Maar na die 3-2 zag ik bij hun, de kopjes gingen naar beneden heel even. Ik denk doordrukken. Oh ja, dat was ook de bedoeling. Daar hebben we ook een hele grote kans voor gehad. Hè? Ja. In 1-1 met de keeper om 4-2 te maken. En die ging er dan niet in. Maar goed, weet je, dan krijg je dat gedoe met die supporters. Ja, daar word ik nooit zo vrolijk van. Dat haalt alle focus weg. Je was wel heel boos. Nou ja, ik bedoel, laat ze gewoon achter ons gaan staan in plaats van iets te verzieken of wat dan ook. En ik weet ook niet in hoeverre daar anderen bij betrokken waren. Maar ik vind, ze moeten gewoon achter de ploeg gaan staan. Dat kunnen ze goed, dan moeten ze dat ook vooral doen. En niet dit soort dingen. Daar zit niemand op te wachten. Maar ik denk op basis van de eerste helft kun je toch met vertrouwen naar de thuiswedstrijd gaan? Ja, maar VVOG kan dat waarschijnlijk op basis van de tweede helft. Dus het wordt spannend volgende week. Ja, er zijn twee spelers gingen geblesseerd eruit. Hoe is het met ze? Weet ik niet, moeten we even maandag kijken. Nu is het natuurlijk allemaal stijf. En we kijken maandag eventjes hoe dat erbij staat. En dan gaan we toewerken naar zaterdag. Heel veel succes dan. Ja, dankjewel. Goed, dankjewel. Na de wedstrijd VVG tegen Dovo. 4-3 voor VVG. Sta ik hier met de trainer van VVG, Edwin Engelkes. Een wedstrijd met twee gezichten. Ja, dat klopt. Eerste helft waarin het eigenlijk niet echt op gang kwam van onze kant uit. Ondanks het feit dat we wat afspraken met elkaar maken voor die tijd, hadden we toch moeite met name op het middenveld om echt grip erop te krijgen. En daardoor moet je een aantal momenten achteruit. Daar werd het veld heel groot van. En dat hebben we uiteindelijk in de rust hebben we daar iets over gezegd. Want we waren ook wel in staat om uiteindelijk bij hun goal uit te komen via de flank. Alleen dan was die laatste paas was niet goed. En de bezetting voor de goal was dan niet goed. Hè. Dus het zat hem vooral in de restverdediging. Hè. Als je op de helft van de tegenstander speelt en je bent in staat om je restverdediging goed te hebben, dan kun je vaak ook de tweede bal veroveren en vervolgens doorvoetballen. Nou, dat hebben we de tweede helft hebben dat eigenlijk veel beter gedaan. Dat blijkt ook, want ja, goed, dan heb je eigenlijk niet de problemen. Ja, we staan te snurken bij de derde goal. Dan maak je eindelijk de 2-2. En vervolgens ga je binnen een minuut de 3-2 binnen. Ja, dat is wel zuur op dat moment, want daar ben je zo hard voor aan het werk. En dat kost zo ongelooflijk veel energie. Dat is eigenlijk het enige wat ik ze in de tweede helft kan kwalijk nemen. Maar voor de rest, ja, ik ben super trots op deze ploeg. Als je ziet met welke passie er gespeeld wordt en spelen voor een goed resultaat en een mentale veerkracht hebben. Om elke keer maar weer door te gaan en nog een keer. En we kunnen ook nog de 5-3 maken. Dat is een compliment aan de ploeg. En toch de eerste helft, tot aan die 1-0, is er eigenlijk niks aan de hand. Het komt niet helemaal uit wat je in het begin zet, je vroeg druk. Dat werd op een gegeven moment ook wat minder. Maar er is eigenlijk niks aan de hand. Een slimmigheidje of misschien wel slecht verdedigen achterin en een counter. En dat is het eigenlijk, de eerste helft. Ja, dat was het ook. De eerste goal was staan we niet goed. Richard en Lars te dicht bij elkaar. Geen communicatie onderling. De bal valt eruit en die wordt vervolgens ingebracht naar de 16. Ja, dan staat er een helemaal vrij. Volgens mij de kleinste man van het veld en die kan hem inkoppen. En de tweede goal is eigen balbezit. Dan verliezen we de bal, we dekken niet door op middenveld, verliezen dat duel. En ze zijn er met 3 mensen af. En dat is nou precies wat we ze voor gewaarschuwd hadden. En dat is wel iets wat we volgende week beter moeten doen. Want dit willen ze graag. Dovo heeft gewoon daarin heel veel snelheid. En die proberen daar toch ook hun mensen in stelling te brengen. Nou ja, goed. Als je maar zorgt dat die ruimtes klein zijn, dan komen ze niet in die situatie. En dat hebben we de tweede helft wel beter gedaan. Ja, tweede helft ook een belangrijk verschil. Thomas Vossenbelt. Je krijgt wat meer controle. Daarna komt Stefan Jans ook erin. Maar je krijgt veel meer controle op het middenveld ook.
Ja, nou ja, goed. De James en Tim hadden het veel minder vandaag. Die hadden moeite. En hadden ook moeite om grip te krijgen op de situatie. Ja, dan moet je iets vanaf de kant. Ja, we hebben nog even getwijfeld, moeten we ze alle twee tegelijk brengen of wachten we daar even mee? Nou, weer Thomas gebracht, vervolgens Stefan. Nou, dat pakt gelukkig goed uit. Maar ook Rick, die daar dan opkomt, is betrokken bij de vierde goal. Samen met Jeremy. Dus ja, alle drie hebben ze hun bijdrage meer dan gehaald. En dat is alleen maar mooi, want dat betekent dat dit echt een team is. Kun je dan heel tevreden zijn met 4-3? Of heb je nergens ook nog wel een beetje de pest dat die 5-3 niet valt? Want we zaten eigenlijk allemaal te wachten op die 5-3. Nou ja, ik heb natuurlijk meer de pest over die drie tegengoals. We maken er 4. Dus het zou genoeg moeten zijn. Maar je krijgt er wel 3 binnen. En daar ben ik meer ontevreden over. Kijk, dat het ook nog 5-3 kan worden. Ja, oké, dat zou kunnen. Zou lekker geweest zijn. Maar we hebben nu vandaag de winst. Maar we hebben uiteindelijk nog helemaal niets. We moeten eerst nog gewoon naar Veenendaal. En volgende week wordt beslist. En dan moet er weer een ploeg staan die tot het gaatje wil gaan. Je bent nu dichtbij en je mag het eigenlijk niet weggeven, maar daar weet ik inmiddels alles van. Ja, daar gaan we het niet over hebben, want dat is geweest. Wat dan wel lekker is, is dat je weet, ze zullen moeten komen. Dus de tactiek die je hebt, je zal misschien nu wel nog wat beter uit kunnen komen, zeker met snelheid voorin, omdat zij uiteindelijk zullen moeten. Ja, maar we hebben niet een ploeg die achterover moet gaan hangen en moet wachten. En wij moeten gewoon daarin ook spel de prikken uitdelen, vooruit willen verdedigen. In ieder geval dwingen tot wat wij willen en niet het over ons heen laten komen. En dat hebben we in de eerste helft en antifases te veel gedaan. Ja. Maar goed, je gaat in ieder geval met een lekker gevoel naar volgende week toe. Absoluut. Dankjewel en heel veel sterkte volgende week. Graag gedaan. Triumph VVOG, mede mogelijk gemaakt door Timeflex, EFMI en JPRV.